President Boutersen kreeg strategisch plan volksgezondheid overhandigd. President Boutersen heeft het strategisch plan voor gezondheid en welzijn in Suriname 2019-2028 in ontvangst genomen. Het staatshoofd ontving het strategisch plan uit handen van de minister van Volksgezondheid, Antoine Elias. Dit deed de minister in bijzijn van zijn directieteam op donderdag 28 februari 2019 op het presidentieel paleis. Het ministerie van Volksgezondheid is de afgelopen 2,5 jaar druk bezig geweest met het ontwikkelen van dit plan. We hebben een plan voor de komende 10 jaren, omdat de gezondheidssector ook met planning voort moet gaan, gaf minister Elias aan. In het plan zijn 4 strategische doelstellingen opgenomen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.